start is gevallen voor de Telegraaf Derby A. De grote koers is van start en wie pakt de kop? Elquin Elegance aan de binnenzijde. Dan Aida Boko en helemaal aan de buitenzijde zien we naar voren komen Alki Flevo. En wat een start voor André W. Hij ligt al op de vierde plaats. En we gaan in drie sporen de eerste bocht in met Alquin Elegance aan de binnenkant. In het tweede spoor Aida Boko. En in het derde spoor komt naar voren Alki Flevo. Daartussendoor hebben we dan André W. En achter André W. komt dan in het tweede spoor Amurdo Kanje mee naar voren. Uitgeschakeld nummer 13. 13 galop. En een galopade voor Aris betekent uitschakeling. En we zijn aan de overkant van de baan. En daar zijn het de kleuren van Speed en Elegance ASBL. Die aan de kop gaan, gedragen door Tom Kooijman. Achter zijn Alquin Elegance op de tweede plaats. Hebben we dan aan de binnenzijde Aida Boko. Het eerste paard aan de buitenkant is dan André Bakker met zijn Alki Flevo. Maar er komen diverse reacties in het veld. Want aan de buitenzijde komen enkele paarden proberen de positie te verbeteren. Dat gaat ook heel aardig lukken als we op weg gaan naar de verre linkerbocht. En Anaconda heeft middels een tussensprint de leiding genomen. Peter Stroper die eigenlijk effectief met startnummer 6 is vertrokken. En daar heeft hij al twee derbies mee gewonnen. Was dat een voorteken? Hij heeft inmiddels na een zware opening de leiding in handen gekregen. Ajax Boko op de tweede plaats. Alquin Elegance is derde, Alki Flevo vierde. Vijfde aan de binnenzijde, Aida Boko. Zesde aan de buitenzijde is André W. En dat zijn de best geplaatste paarden in de Telegraaf Derby A. Als de deelnemers afkomen in de rechte lijn voor de tribune op de intersectie van de banen. We kijken eens eventjes hoe het daar ligt. En het is aan kop nog altijd Anaconda. Anaconda, maar daar komt dan naar voren Alki Flevo. En Alki Flevo neemt op zijn beurt de leiding over. Heeft een lengtevoorsprong genomen op Anaconda. Derde positie Ajax Boko. Lokuneuf in de tijd worden om met André W. naar voren te komen, doet dat en verbetert positie. En het is Alki Flevo die een loodzware opening heeft gekend in de derby, maar hij heeft de leiding voorlopig nog stevig in handen als we op zo'n 1200 meter van huis zijn. Met op de tweede plaats daarachter dan Anaconda en achter Anaconda aan de buitenzijde André W. André W. is de ideale gangmaker voor Alquin Elegance, Tom Kooijman die zijn paard een koers op maat geeft. Ajax Boko volgt verder weg in het veld en kijk hoe André W. erin ligt. Die ligt daar klaar om toe te slaan. Een scrimmage in het achterveld waarbij er enkele paarden met de sulkywielen in elkaar haken. Het loopt gelukkig allemaal goed af, maar dat betekent wel kansloos voor enkele deelnemers. Als daar Amurdo Kanje nu naar voren komt, de trots voor onze Belgen in onze derby. En ze gaan op weg naar de laatste bocht met anderhalve lengte voorsprong voor Christophe Martens. Maar er zijn nog een aantal paarden die het kruid aardig droog hebben weten te houden. Eén daarvan is Aida Boko. Waar zal die blijven? Zit moeilijk op dit moment. En we gaan de laatste bocht in en dan doen we aan kop van het veld. Amurdo Kanje. De Belgen liggen 1 en 2. Het lijkt wel een oude match. België-Nederland deze derby. Amurdo Kanje, wat een solo geeft hij weg. Hij loopt 3, 4, 5 lengte voorsprong op André W. André W. op de tweede plaats. Hij heeft op zijn beurt 5 lengte voorsprong op een opkomende Anaconda. En kijken wat er in die lange laatste rechte lijn hier op Duinlicht nog kan gebeuren. Vooralsnog is het Amurdo Kanje die een solo weggeeft. Amurdo Kanje op de tweede plaats. André W. op afstand Anaconda in derde positie. En zo gaan we dan af op de laatste 200 meter. Maar wie stopt Christophe Martens? Wie stopt Amurdo Kanje? Ik denk dat het antwoord is niemand. Want zelden heb je hier op Duinlicht zo'n imponerende derbywinnaar gezien. Als de winnaar van deze derby A. Amurdo Kanje, Christophe Martens. Alsof hij de Prix d'Amérique wint. Op de tweede plaats André W. De derde plaats is voor Alou van Kamstra. Vierde is dan Ajax Boko. Daarachter Anaconda.